Ja, Danny Noppert. Gisteren sloten we af met ik zie je morgen. Het is gelukt. Wat startte je hard, wat startte je goed zeg maar. Toen gooi je één pijl in de dubbel vijf, toen stapte je even terug. En toen daalde het niveau iets, toen kwam Michael iets terug. Waarom kwam Michael toch nog terug in die wedstrijd? Ja, door... Dat is een goede vraag inderdaad. Ja, in het begin zat ik er lekker in. En hij kwam gewoon goed terug. En wat ik deed is blijven vechten tot het eind. En het was zo spannend. En ik heb grote respect voor Michael die hier stond. Ja, dat zeker met zijn hand. In Zwolle speelde je ook al goed. Nu speel je weer voor het Nederlands publiek. Geeft dat weer een extra boost? Dat je nu in Nederland naar de UK Open titel, denk je dat het nog iets extra's heeft losgemaakt? In Nederland speel ik over het algemeen wel goed. En dan voel ik me vertrouwd. Lekker thuis slapen. Dat komt niet veel voor. En net als morgen ook. Gewoon lekker op eigen nest slapen. En dan voorbereiden weer voor een nieuwe dag. Ik heb er zoveel zin in. Het is zo speciaal voor eigen publiek te spelen. En geeft me altijd wel de confident, laat ik het zo zeggen. Dus echt dat thuispubliek, dat geeft jou echt die boost om extra te presteren. Vooruitkijkend naar morgen, hoe kijk je tegen die wedstrijd aan? Ja, weer tegen Nederlander. Ja, ik kom altijd Nederlanders tegen. Het is heel frappant. En voor de loting wist ik al dat ik tegen Michael moest. Dat wist ik al. Had ik voor mezelf al ingecalculeerd. Ja, ik moet tegen Michael. Ja. En dan moeten we tegen elkaar. Maar... ik heb respect voor die man dat hij na die operatie gewoon zo'n partij staat te gooien. Daar kun je alleen maar respect voor hebben. Goed, jouw partijen blijven binnen. Voor ik zelf wel een goede partij. Jouw partijen blijven binnen de Dota Dart. Is het morgen wacht, vindt het van het woord. Een hele snelle speler. Ga je iets meer tijd nemen? Ik speel gewoon mijn eigen spel. En waarom zou ik extra mijn tijd nemen of wat dan ook om mijn handen uit het spel te halen? Dat is niet mijn insteek. Gewoon lekker je ding doen en lekker doorgaan. Danny, bedankt. Succes morgen.